Eerst is het even handig om een paar algemene mededelingen te doen. Na iedere presentatie in de Nederlandse sessie is er een kort moment om vragen te stellen. U bent allemaal automatisch gemute bij binnenkomst, maar wanneer er ruimte is voor vragen, kunt u zichzelf unmuten en dan kunt u een vraag stellen. Misschien dat er niet heel veel tijd is voor vragen, maar dat betekent dat we aan het eind, nadat de livestream is geweest, terug kunnen komen om alsnog met u alle vragen te behandelen. Dus wees vooral ook klaar om vragen te stellen en dan zullen we die later op de dag hopelijk allemaal kunnen beantwoorden in alle rust. Daarnaast, deze sessie gaat opgenomen worden. Dat betekent dat alles wat hier gezegd wordt, opgenomen wordt en dat we dat later kunnen publiceren. Wij zorgen ervoor dat de chat en dat eventuele participanten eruit geknipt worden. Dus daar hoeft u niet bang voor te zijn. Daarnaast zullen we aan het eind van het Nederlandse deel, dus net voor de pauze, nog proberen een groepsfoto te maken via Zoom. Zodat we uiteindelijk met alle locaties dit kunnen doen en dan een hele mooie afbeelding kunnen maken van alle deelnemers. Die afbeelding, dat moment, zal ook uit de opname geknipt worden, dus daar hoeft u ook niet bang voor te zijn. Nu zal ik allereerst even stoppen met deze welkomstslide te sharen. En dan is het tijd om echt te gaan beginnen. En als aftrap hebben wij een mooie lezing door professor Nick Lopez-Cardozo. Een professor en ook de oprichter van FuseNet, de stichting die dit eigenlijk organiseert. En daarnaast ook hoofd van de kernfusieafdeling van de Technische Universiteit Eindhoven. Dus ik wil heel graag het woord geven aan professor Cardozo, Lopez-Cardozo. Dankjewel, Sander. Eens even kijken. Ten eerste, goedemiddag allemaal. En ontzettend leuk dat we met zo'n groep deze Teacher Day in het Nederlands kunnen aftrappen. Mij is gevraagd om iets te vertellen over de beginselen van kernfusie en waar we staan en waar we heen gaan en waarom het moeilijk is, dat soort dingen, wat we in Nederland doen. En dat alles in 20 minuten. En Hugo de Blank, die zal dan wat verder invullen wat we echt doen in Nederland. Om te beginnen, ik vermoed dat iedereen die op deze sessie aanwezig is, een op zijn minst een vaag idee heeft wat kernfusie is. Maar het is het proces dat de sterren van energie voorziet. Het is het heelal. Het is eigenlijk in zekere zin de enige energiebron van het heelal. De rest follows from there, zou je kunnen zeggen. Onze zon brandt erop. En het is... Het proces is de versmelting van lichte kernen, hele lichte kernen, tot een zwaardere. En in de balans van de bindingsenergie van die kernen komt het dan zo uit dat er energie vrijkomt. Dat betekent ook dat het eindproduct een beetje lichter is dan de delen die het samenstellen. In het geval van de fusiefuel die we gaan gebruiken, de brandstof die we willen gaan gebruiken... In een reactor waar ik zo op kom, zal het gaan om isotopen van waterstof. En wel zwaar waterstof, deuterium, en een instabiel isotoop, tritium, waar nog een extra neutron in zit. En als je die laat fuseren, dan krijg je gewoon een helium. En dan komt een neutron uit en een hoop energie. De grap van kernfusie is dat er zo ontzettend veel energie uitkomt per gram brandstof, zeg maar. Het gaat om de kernkrachten, de sterke kernkrachten, die zijn natuurlijk ontzettend veel sterker dan de krachten die in een chemische verbranding spelen. Dus in plaats van een paar elektronvolt krijg je per reactie 17,6 MeV, mega elektronvolt, energievrij. Dat vertaalt zich er naar dat waar je in een kolencentrale in wezen een kolen... trein naar binnen laat rijden vol met een heel aantal kilometers per uur en leeg weer naar buiten om hem aan de brand aan de praat te houden. Je in een fusiereactor een paar honderd kilo brandstof per jaar gebruikt. Dat betekent dus ook dat brandstof
in eerste instantie eigenlijk gewoon geen probleem is. Er is nog wel iets meer over te zeggen, maar je hebt er maar heel weinig van nodig. En van de meeste brandstoffen die we nodig hebben, is heel veel. Dus brandstof is eigenlijk niet zozeer het probleem. Wat is dan wel het probleem? Nou, daar kom ik zo op. Kennelijk is het niet zo makkelijk om dit voor elkaar te krijgen. Anders hadden we het al lang gehad natuurlijk. De hele wereld werkt eigenlijk samen om dit wel voor elkaar te krijgen. En de reden dat al die landen met elkaar samenwerken, en dat is verre van voor de hand liggend, zeker voor een, wat je toch een nucleaire technologie kan noemen, is dat kernfusie de belofte heeft om dus een, ja, in wezen eindeloze of voorlopig eindeloze energiebron te zijn, die schoon is, die geen CO2 maakt, die intrinsiek veilig is, daar hoef je eigenlijk niks voor te doen. Dat is het soort machine wat niet kan uit de hand lopen, principieel niet. Waarin geen materialen worden gebruikt die onder de non-proliferatieverdragen vallen. Dus dat is ook een reden waarom je goed kunt samenwerken. Om al deze redenen zou het ontzettend fijn zijn als we kernfusie als energiebron kunnen hebben. Maar, als gezegd, er moeten ook nadelen zijn, anders hadden we dat al lang voor elkaar. En er is eigenlijk vooral één groot nadeel aan kernfusie. Dat is dat het ontzettend moeilijk is. Nou, die kernfusie die in het heelal gebeurt, die gebeurt dus bij temperaturen in de zon van 15 miljoen graden. Dus dat is al een beetje een giveaway. Die temperatuur van de verbranding die zal wel een obstakel kunnen zijn. Nou heb ik een klein proefje bij me, eens kijken of dat online ook kan. Het is een aansteker zoals jullie kunnen zien. Want laten we eens even bedenken wat er nodig is voor verbranding. Dus ik heb hier gewoon een aansteker, zit een beetje gas in. Als ik op dat knopje druk, dan komt er een vlammetje uit. En als je je afvraagt wat er nodig is om dit voor elkaar te krijgen. Ja, normaal zou ik jullie dat nu gaan vragen. Dan kon je misschien in de chat iets typen, maar laat ik maar wat gaan roepen. Je hebt een brandstof nodig. Je kunt verschillende brandstoffen kiezen. Er zijn ook aanstekers met verschillende brandstoffen, maar sommige zijn handiger dan andere. Als je eenmaal die brandstof gekozen hebt, dan krijg je dus die chemische reactie, hier, deze. En die temperatuur, kijk, die kan ik wel voelen. Nou ja, ik kan je vertellen, dat is ongeveer 700 graden. En je kunt ook wel een vlammetje maken van 1500 graden of 2000 graden. Maar een vlam van 50 graden, dat gaat eigenlijk niet. En dat komt natuurlijk omdat die chemische reactie die je hier wil laten lopen, een drempelenergie heeft. Dus nou weten we eigenlijk al heel veel. Door die drempelenergie, die vertaalt zich dan in een kinetische energie van de deeltjes die moeten reageren, dat vertaalt zich in een minimumtemperatuur. Dus als je je nou de vraag afstelt van wat doen we eigenlijk bij ontsteking, want ontsteking zal ook nodig zijn, dan is het antwoord daarop, dan breng je even tijdelijk de temperatuur middels een vonkje boven die minimumtemperatuur. En dat is genoeg om vervolgens de reactie zelf onderhoudend te laten zijn. Dus dat is eigenlijk deel 2 van het verschijnselverbranding. Als die reactie eenmaal loopt, moet die zoveel warmte vrijmaken dat de temperatuur boven die minimumtemperatuur blijft. En dat is niet helemaal vanzelfsprekend, want hoe je het ook went of keert, er zal een competitie zijn tussen opwarming en afkoeling. Nou, een lage temperatuur, dus een paar honderd graden, dat gaat wel, maar er zit toch wel een aspect in dat je kunt een vlam maken, je kunt hem groter maken, maar je kunt hem op een gegeven moment niet heel klein maken. Want kleine dingen koelen sneller af dan grote dingen, zoals jullie weten. De muis is het kleinste warmbloedige dier dat de schepper maken kon. Met inachtnemen van de natuurwetten. Dus er is een kwestie van afmeting. Als je wil voorkomen dat de vlam te snel afkoelt, moet je hem groter maken. Nou, als we al deze principes toepassen op de fusiereactor, dan
dan zie je dus, oké, we moeten een brandstof kiezen. Laten we nou maar de brandstof kiezen die het makkelijkste brandt, want het is al moeilijk genoeg. En dat blijkt te zijn, ik zal het je zo laten zien in een grafiekje, dat blijkt te zijn dus dat mengsel van deuterium en tritium. En als je dat eenmaal gekozen hebt, dan geeft de natuur, daar kan je verder niet zoveel aan doen, jou dus een minimum brandtemperatuur. En die minimum brandtemperatuur, die blijkt ongeveer 15 kilo elektronvolt in elektronvolt. Dat is ongeveer 150 miljoen graden. Jullie mogen kiezen of dat Kelvin of Celsius is. 150 miljoen graden is de brandtemperatuur. Daar gaan we niet veel aan veranderen. Dat is gewoon een gegeven van de natuur. En dan, als je iets probeert 150 graden te laten zijn, nou, dan moet je het A kunnen opwarmen en B, je moet zorgen dat die warmte niet verloren gaat. Dus je moet je zorgen gaan maken, grote zorgen zou ik zelf zeggen, over de afkoeling. Dus je moet die warmte op de een of andere manier in het systeem houden, want als die te makkelijk weg kan vloeien, dan is het einde verhaal. Als we die principes dus even toepassen en het proberen ietsje wetenschappelijker te maken, dan ga ik even mijn scherm delen. Dat zijn allemaal kunstjes die we kunnen tegenwoordig. Host disabled participant screen sharing. Host, please enable participant screen sharing. Even zorgen dat jij dat kan. Even kijken. Als het goed is, zou het nu moeten lukken. Dat ziet er een stuk beter uit, ja. Even kijken, dan wil ik mezelf ook nog weer zien. Oké. Ja. Goed. Ik vermoed dat jullie nu een scherm zien waarop staat Why is fusion difficult? Als er iemand zou kunnen knikken, dan ja, top. Dan gaan we het hiermee proberen. Dus hier staan twee grafiekjes. Laten we met de linker beginnen. En daar staat de temperatuur. En die temperatuur is uitgedrukt in kiloelektronvolt. Dat is de kinetische energie van de deeltjes. Dat is ongeveer 1 kiloelektronvolt. Is ongeveer 1 elektronvolt is ongeveer 10.000 graden. En dan staan de reaction rates. De snelheid waarmee de reactie verloopt. En dan staat er voor drie reacties, en dat zijn natuurlijk de drie die het beste gaan. En dan zie je dat er één veel beter gaat dan de andere. Die verticale schaal is ook een logaritmische schaal. Dat staat er even niet bij. En als je nou afvraagt bij welke temperatuur gaat dit dan branden, dan zou je misschien naïef gezien denken van nou dat zal dan wel hier ergens zijn. Maar dat is niet zo, want je kunt je voorstellen dat als je hier ergens op deze helling bent, dat dan op een gegeven moment, als je naar hogere temperatuur gaat, de verliezen sneller gaan toenemen dan de extra winst doordat de reactie sneller gaat. En dan gaat de temperatuur dus niet meer verder omhoog. Dus die reactie die settelt ergens daar waar ik dat heb aangegeven. Kijk, zo, ietsje hoger. En zo komt eruit dat die brandtemperatuur 15 kilo elektronvolt is. Oké. En waarom, wat is hier nou zo lastig aan? Oké, we verbranden. We moeten dus deuterium tritium verbranden. Iets anders werkt niet. En je krijgt die 15 kV. Oké. Deuterium en tritium, daar zijn twee issues mee. Ten eerste, dat is een reactie die neutronen oplevert. En die neutronen die willen we graag, want die neutronen die dragen wel gewoon de energie die wordt vrijgemaakt in de reactie. Dus die neutronen kun je niet weggooien. Maar dat betekent wel dat alle materialen die deze brandstof zien, die die reactie zien, dat die door de neutronen geraakt worden. Dus de hazen gaan stuk en bezen worden geactiveerd. Dus je moet speciale materialen ontwikkelen. Dus een heel materiaalprogramma wat samenhangt met het feit dat je neutronen maakt. Ten tweede, die tritium, ja, die staat er wel zo vrolijk, maar die bestaat eigenlijk niet. Ja, dat wil zeggen niet in de natuur, want het is een instabiel element. Het vervalt in 12,5 jaar, 12,3 jaar, dus valt ook nog wel een beetje mee.
Maar dat is genoeg om het niet te laten bestaan. Dus dat moet je maken. Dat betekent dat je in de reactor in feite dat neutron dat je had gemaakt waar de energie in zit ook nog moet gebruiken om te laten reageren met lithium, waar heel veel van is overigens, om zo weer nieuwe tritium te maken. Dus dat wordt een gesloten brandstofcyclus. Maar dat is nog lang niet zo makkelijk om dat gesloten te krijgen. Dus dat zijn heel fundamentele issues die we hebben, die fusie moeilijk maken. Als we dan naar de rechterkant van het plaatje gaan, ja, dan is wordt eigenlijk het antwoord gegeven op een andere vraag. Dat is namelijk, als je nou gewoon een versneller maakt, helemaal niet zo'n sterke versneller, waarmee je deuterium op tritium schiet, of tritium op deuterium of zoiets, dan krijg je toch ook wel fusiereacties. Nou, dat is ook absoluut zo. Het is zelfs helemaal niet moeilijk om een apparaat te maken waarin je heel veel fusiereacties maakt. Voor een paar tientjes zou ik zeggen, nou honderden euro's. Er zijn recepten op internet. Dus soms is er zo'n bericht in het nieuws dat er een tiener in de garage van zijn vader en moeder een fusiereactor heeft gebouwd. Dat gaat altijd om een bepaald type, de zogenaamde fusor. En ja, de onderdelen daarvan, die koop je bij de IKEA. Dus dat is echt letterlijk. Hè? Dus je koopt twee cellen bowls, twee cellen saladeschalen en die soldeer je aan elkaar en dan heb je hem. En daar kun je wel een miljoen neutronen per seconde mee maken. Dus dat is niet moeilijk. Alleen de energiebalans daarvan is hartstikke negatief. Vele orde van grootte. En dat komt uiteindelijk door deze grafiek. Dus die zegt namelijk dat de kans dat als twee deeltjes botsen, een deuterium en een tritium botsen, dat ze fuseren, is gewoon veel kleiner dan dat ze gewoon scatteren. Dat ze gewoon verstrooien. Dus gewoon elastisch botsen. En dat betekent dus dat al die energie die je in de deeltjes hebt gestoken, waarmee je die hoge temperatuur hebt gemaakt, is veel waarschijnlijker om weg te lekken en uiteindelijk als warme lucht ergens een schoorsteen uit te gaan, dan dat je er fusiereacties mee maakt. Het gevolg daarvan is dat je dus hele goede, wat we noemen confinement, opsluiting nodig hebt. Die energie die moet heel goed geïsoleerd worden van de buitenwereld, zodat die heel vaak opnieuw gebruikt kan worden door dezelfde brandstof. Ja. Nodig. Typisch doen we dat met magneetvelden. Je moet je realiseren dat voor geladen deeltjes het transport loodrecht op een magneetveld zo'n 14 orde van grootte moeilijker gaat dan langs het magneetveld. Dus het magneetveld helpt daar enorm. Maar dat leidt er dan wel toe dat je dus uiteindelijk dan een heel compacte warmtebron hebt. En al die warmte die gaat via de veldlijnen op een hele gelokaliseerde manier op de wand komen. Dus leuk die confinement, maar het leidt tot een thermische belasting van de wand die, als je er niet heel slim mee omgaat, eigenlijk gewoon volstrekt buiten de range van de technische mogelijkheden valt. Dit is waarom fusie moeilijk is. De rest volgt hieruit eigenlijk. Dus deze slide vat eigenlijk de 7 uitdagingen die hieruit volgen samen. En om ze even in volgorde te doen, het eerste plaatje hier, ik kan het hier zo aanwijzen geloof ik, ja. Het geeft weer dat je een hoge temperatuur nodig hebt. Dus je moet de brandstof verhitten tot honderden miljoenen graden. Dat was natuurlijk heel lang heel moeilijk, niet te doen eigenlijk. Maar sinds de jaren 90 is dat eigenlijk een opgelost probleem. Maar er moest wel een hele nieuwe fysica voor ontwikkeld worden. De plasma physics of high temperature. Het is een vak wat wij delen met de astrofysici. Dan moest dat worden opgesloten. Hè, en ik zei al, met magnetische velden om te voorkomen dat ze afkoelen. En er zijn dan twee dingen. Het ene, die velden die moeten dus mooi stabiel zijn. En het plasma moet niet ontsnappen. Het plaatje wat ik daarbij heb gegeven is van de loops, de solar coronal loops. De lussen die op de zon staan, die eigenlijk heel veel lijkt op wat we in onze machines doen. Magnetische opsluiting. Daarvan zou ik ook zeggen, dat was lang best een puzzel, maar dat kunnen we nou heel goed. Vervolgens moesten we dus zorgen dat die warmte het systeem niet uitlekt.
En als er nou maar alleen maar dat magneetveld in die deeltjes was, dan ging dat fantastisch goed. Maar er is ook turbulentie. Dat kun je je voorstellen. Als je in een redelijk klein volume tientallen, honderden megawatts power in een gas van bijna niks dumpt, dan wordt het heus wel turbulent. Enorme drukgradiënten, enorme temperatuurgradiënten. En dat kunnen we niet hebben. Dus we moeten die turbulentie onder controle zien te krijgen, zodat die warmte daar niet door weglekt. Oké. Daar begint het al een beetje ingewikkelder te worden. Maar daar zijn we wel gekomen op een punt dat we zeggen, het zou leuk zijn als het beter was, als we nog beter konden, maar we kunnen hiermee wel onze reactor gaan bouwen. Nou, als we dat, al deze kunstjes onder de knie hebben, ja, dan hebben we dus ineens die heel compacte energiebron. En die leidt tot een warmtebelasting op de wand. Nou, als je daar niet iets heel slims aan doet, dan kon dat wel eens een gigawatt per vierkante meter zijn. En daarmee kun je iedere zeef ter aarde gemakkelijk openbranden. Dus dat is zeker niet het soort flux wat je op een wand van een reactor het hele jaar kan laten staan. Dus dat moet verdund worden, dan moet power worden weggestraald. En dan nog moet je van wolfraam en zwaar gekoeld elementen maken om dat uiteindelijk af te voeren. Kan misschien net en misschien ook wel net niet. Dat weten we nog niet helemaal zeker. Ja. Dan die neutronen, zei ik al, die gaan inslaan op de materialen. Vooral de eerste laag, zeg maar. Want dan daarnaast scherm je de rest af. Maar je moet dus materialen ontwikkelen die tegen de neutronen kunnen. A, dat ze niet uit elkaar vallen. En B, dat ze niet activeren. Dat beperkt de keuze enorm. Daar worden stalen voor ontwikkeld. We zijn zeg maar halverwege dat ontwikkelingsproces. Zeker nog niet klaar. En dan noemde ik de fuel cycle. Je moet dus van ieder neutron weer een nieuwe tritium maken. En je kunt op je klompen aanvoelen dat dat niet gaat. Je kunt natuurlijk niet voorkomen dat er af en toe een neutron verloren gaat. Dus die neutronen moeten eerst vermenigvuldigd worden. Kan allemaal, maar daar zijn heel veel issues mee. Die ga ik hier nou niet uitleggen. Maar we weten nog helemaal niet zeker of we die brandstofcyclus gesloten kunnen krijgen. En als dat niet kan, dan is dat een redelijk fundamenteel probleem. Okay, fuel cycle. En tenslotte is er nog één die je niet zo snel bedenkt. En dat is namelijk dat de machine die je hier ziet, dit heet een tokamak, dit is de machine ITER, waar je meer over krijgt te horen vandaag. Dat wordt genoemd de meest complexe machine die de mens ooit heeft geprobeerd te bouwen. En dat is voor onze studenten natuurlijk superleuk, want ja, wie wil dan niet aan het meest complexe apparaat ter wereld werken? Maar complexity is wel de vijand van betrouwbaarheid natuurlijk. Dus het onder controle krijgen van die complexiteit is ook een van de heel fundamentele issues van de fusiereactor. Hè, dus ik zou zeggen, de control room, dit is de control room van CERN, maar de control room van ITER gaat er ongeveer net zo uitzien, denk ik. Heel veel schermen, heel veel, laten we zeggen, slecht geklede mannen, die met heel veel enthousiasme naar heel veel schermen kijken. Maar zo kan natuurlijk een commerciële fusiereactor er niet uitzien. De control room van een fusiecentrale moet er ongeveer zo uitzien. Ja. En om van de vorige naar deze te komen, dat kon wel eens een proces van tientallen jaren zijn. Dat is van het laboratorium, zeg maar, naar het commerciële product. Dus nu komen we bij de vraag, wanneer gaat die fusie nou eigenlijk energie leveren aan ons energiesysteem? En in het bijzonder, daar zit natuurlijk heel veel onzekerheden. Ik heb allemaal dingen genoemd waarvan we nog niet zeker weten dat we het gaan oplossen. Maar stel nou eens dat we dat allemaal wel oplossen. Wanneer zouden we dan klaar kunnen zijn? En ik heb hier een plaatje. Dit is eigenlijk, wat je hier ziet is eigenlijk gekopieerd of ongeveer gekopieerd uit een paper van Martin Heek en Gert-Jan Kramer in Nature van 2009. Dat was toen gepubliceerd voor de top in Kopenhagen. En die hadden eigenlijk naar de historische ontwikkeling van splijting, wind en zon gekeken en in feite nog een paar meer. En geconstateerd dat
Dit is ook weer een logschaal en het is totaal geïnstalleerd vermogen wat er langs de verticale schaal staat. Dat die ontwikkeling typisch gaat met een logaritmisch, dus een exponentiële groei voor een zekere tijd. En dan op een gegeven moment een rollover. Dat kan natuurlijk nooit exponentieel door blijven gaan, dus op een gegeven moment wordt het lineair. Maar als we hier even concentreren op die exponentiële groei, dan gaat dat misschien wel met een verdubbeling elke 2,5 jaar. Ik heb ook wel een plaatje bij me voor waar het nog 10 jaar verder doorgaat. 2,5 jaar is optimistisch, zeg maar. Maar hier kun je dus al je nieuwe bronnen in gaan schetsen. Alles wat nieuw is, dat staat nog niet in dit plaatje. Nou, dat kunnen we ook voor fusie doen. En ITER, dus de machine die we nu aan het bouwen zijn, ja, die moet hier ergens zijn eerste plasma gaan leveren. Ietsje eerder eigenlijk hier. Zo. En dan gaat hij hier, wat ik heb aangegeven, zijn resultaten leveren. En dat is de input voor het finaliseren van het ontwerp van de volgende machine, die demo heet. Nou, daar gaat hij dan. En die moet je dan gaan bouwen. Nou, denken de Koreanen en de Chinezen en misschien de Japanners ook wel dat ze een demo gaan bouwen. Dus er zullen er een paar zijn. Demo's zijn demo's. Hè. Die zijn nog niet echt bedoeld voor elektriciteitsproductie om te verkopen. Ik heb ze toch maar vast gezamenlijk voor een gigawatt ingetekend. Maar dat is in feite waarschijnlijk meer dan ze zouden kunnen doen. In 2060 of zo. Dus je moet ze eerst bouwen en dan moet je ze karakteriseren. En op een gegeven moment gaan ze dat leveren. En als je dan met die lijn, net als zon en wind en fission, ontwikkelt, dan kun je een volgende generatie 10 jaar later doen en dan heb je er 100 aan het eind van dit traject. Maar ja, uiteindelijk moet je wel naar 5000 toe voordat je er iets van begint te merken. Dus dit is geen politiek statement of zo. Dit is gewoon, volgens mij is het volstrekt onmogelijk. Het is niet realistisch om te verwachten dat fusie voor het eind van de eeuw meer dan een paar procent van de wereld energiebehoefte gaat dekken. En ik hoef er niet bij te vertellen natuurlijk dat het Parijsakkoord zegt van hey, maar in 2050 moeten we al CO2 neutraal zijn. Nou, dat betekent dus dat fusie daar niet aan gaat bijdragen. En als je wie je ook vraagt, laat vooral in het in de governance van het fusieprogramma, iedereen zal zeggen van nee, fusie gaat niks bijdragen, 0,0 aan Parijs. Je moet je wel realiseren dat het energiesysteem natuurlijk niet af is in 2050. Hè? Zelfs als we die doelen halen, dan is het niet zo dat we zeggen van hey, dat is mooi, nu hebben we ons energieprobleem opgelost, laten we nu de armoede eens gaan aanpakken of zo. Dus dat blijft gewoon ontwikkeling, dat systeem dat blijft, je wilt het altijd beter. Dus dat je onderzoek doet om klaar te zijn, om verder te ontwikkelen, verder te evolueren, is denk ik volstrekt verdedigbaar. Alleen je moet niet verwachten dat je hiermee het Parijsakkoord gaat redden. Ik heb hier ook elektrolyse maar even ingetekend, want deze dingen hier, die hebben natuurlijk opslag nodig. En, oh jeetje, de opslag en het enige wat een beetje grootschalig kan op dit moment is elektrolyse. Dat loopt toch wel gewoon een jaartje of 20 achter. Maar oké. En je moet je dus ook realiseren dat alles wat nieuw is, wat nu in het laboratorium is, dat zit dus hier zo. Dat gaat die hele ontwikkeling nog door moeten maken. Het is volstrekt onmogelijk, gewoon onmogelijk als in onmogelijk, dat iets wat hier is, ineens zich hier op deze roadmap begeeft. Je kunt bijvoorbeeld uitrekenen hoeveel investering daarvoor nodig is. Ja. Oké. Nou, terug naar mijn challenges. Waar staan we? Nou, dus die hoge temperaturen, die kunnen we doen. Dit is de laatste slide over Sander. Overigens, Sander. Die confinement, dat gaan we in ITER laten zien. Maar dat gaat heus wel werken. Die turbulence control, daar werken we aan.
ITER moet dat ook laten zien, maar dit is ook een van de onderwerpen waar ook het Nederlandse onderzoeksprogramma heel actief in is, zowel in de modellering hiervan als in het ingrijpen op de turbulentie en het onder controle brengen. De plasma-wandinteractie, die enorme wandbelasting, dat is absoluut nog niet opgelost. Daar is ITER echt een groot experiment. En ook daar wordt in het Nederlands programma heel veel aan gedaan met een wereldleidende faciliteit in het DIFFER-instituut. Dus dat is echt een van onze sleutelrollen. Het materialenprogramma bevindt zich eigenlijk buiten het hele rest van de ontwikkeling. Daar heb je hele andere soort apparaten voor nodig, dus dat zal ik even terzijde laten. Voor de fuel cycle, de eerste proeven daarmee worden gedaan in ITER. Maar dat is dus nog maar de eerste stappen, zeg maar. Dus daar worden zogenaamde testmodules ingebracht. En tenslotte die complexiteit. Nou, je zou kunnen zeggen, dus ITER was het meest complexe apparaat ooit, dat is om te leren hoe het simpeler kan. Ik wil ook zeggen dat ook juist die complexiteit, de control, de systems engineering, is ook een van de belangrijke inbrengen van Nederland in het internationale programma. Dat was het einde van mijn slides. Ik heb hier een oldschool schoolbord. Dus als er vragen zijn, dan kan ik met een krijtje daarop gaan schilderen. Dank voor jullie aandacht. Ja, dank u wel voor de presentatie. We hebben nu om even het oog op de tijd te houden. We moeten helaas wel zorgen dat we krap de tijd in de gaten houden, omdat de livestream voor iedereen op hetzelfde moment begint. Dus we hebben nu wel even kort tijd voor vragen. Maar op het moment dat het te lang duurt, dan kunnen we de vragen later beantwoorden. Ja, ik heb wel een vraag. Ik hoorde over die neutronenresistentie. En toen dacht ik, is dat niet iets dat we eigenlijk al lang kunnen in kerncentrales? Of is dat echt heel erg anders voor kernfusie dan voor kernsplijting? Ja, dat is een hele goede vraag. Het is een beetje anders om twee redenen. De ene is dat de neutronen veel hogere energie hebben. En daardoor doen ze kernreacties met elementen uit de materialen die het spectrum van neutronen van de splijtingsreactor niet doen. Dus het is een beetje anders. Maar we maken vooral heel veel meer neutronen. Ja. Ja. Maar het is wel een materiaalontwikkelingsprogramma wat we samen doen. Want Gen 4 Fission heeft dat ook nodig. En het beweegt ook in dezelfde richting, hogere temperaturen, zeg maar. Ja. Een vraag, unmute uzelf vooral en stel deze. En als het heel lang stil blijft, dan is dat een seintje om door te gaan. En als u natuurlijk nog vragen bedenkt, dan kunnen we deze later ook nog beantwoorden. Mag ik één vraag stellen? Ja. Mijn naam is Gijs Ploegmakers. Ik ben ooit eens meegeweest met een reis naar Wendelstein in Greifswald. En dat was een beetje een andersoortig apparaat. Ik ben wel benieuwd of dat apparaat helemaal buiten de orde van dit verhaal past. Of hebben ze daar ook problemen opgelost die hier een bijdrage kunnen leveren aan de problemen die bij ITER opgelost moeten worden? Ja, dankjewel voor die vraag. Wendelstein 7X in Greifswald in Noord-Duitsland is een apparaat dat helemaal binnen de orde valt. 100%. Het is een apparaat. Kijk, de workhorse, het apparaat wat veruit het meest gebruikt is en het verst ontwikkeld, dat heet een tokamak. En dat is het type wat ITER is. En er is eigenlijk een slimmere variant, die heet de Stellarator. En dat is wat Wendelstein 7X is. En we hebben eigenlijk een beetje onze hoop daarop gevestigd dat hij het heel goed doet, wat hij misschien ook wel gaat doen. En dat we het dus beter kunnen dan de tokamak. Dus het valt helemaal binnen de orde en hij doet het apparaat draait inmiddels al een paar jaar. Het doet het hartstikke goed en het is een supergoeie ontwikkeling. Dankjewel. Goed, dan denk ik dat het tijd is om door te gaan naar de volgende spreker. Naast de Technische Universiteit en andere universiteiten die in Nederland met kernfusie bezig zijn, is er ook een Nederlands onderzoeksinstituut die druk bezig is met kernfusie.
En van dit onderzoeksinstituut genaamd DIVR, het Dutch Institute for Fundamental Energy Research, hebben we Hugo de Blank. Dus aan hem wil ik graag het woord geven. Dankjewel, Sander. Ik wil graag het scherm delen. Moet ik even proberen. Even kijken, sorry. Is het goed? Zien jullie ook nu een fullscreen? Ja. Ja, sorry. Sorry voor het geklunzen even. Mijn naam is Hugo de Blank. Ik werk bij het instituut DIVR. Daar ben ik theoretisch plasmafysicus, onderzoeker. DIVR is een instituut, onderdeel van Nederlands wetenschappelijk onderzoek, NWO. En het staat op de campus van de Universiteit Eindhoven. En daar doe ik ook een deel van mijn tijd onderwijs. Ik zal het met name over het onderzoek bij DIVR hebben. Het plaatje hier is ons gebouw op de campus van Eindhoven. Het is een heel duurzaam gebouw. Ik zal eerst even zeggen wat iets algemeens over het instituut. Daarna wat meer over het internationale fusieonderzoek waaraan DIVR deelneemt. En daarna twee specifieke voorbeelden van wat we zoal doen in Eindhoven. Dus DIVR staat voor Dutch Institute for Fundamental Energy Research. En de missie is ruwweg dat we fundamenteel wetenschappelijk onderzoek naar nieuwe energietechnologieën doen, om de transitie naar een duurzame samenleving te versnellen. En er zijn twee grote thema's. Dat is zeg maar de splitsing van ons instituut. Er is aan de ene kant fusieonderzoek, waar ik het over ga hebben. Met als doel een schone, veilige en duurzame energiebron. En de andere is conversie en opslag van duurzame energie door bijvoorbeeld water of CO2 te splitsen. En daarvan solar fuels te maken. Nou, in dit tabelletje zie je dat er een behoorlijk aantal wetenschappers, maar ook promovendi, PhD-studenten en masterstudenten werken bij het instituut. En daaraan moet ik misschien toevoegen dat wij ook stagiaires, naast deze academische studenten, hebben ook stagiaires uit HBO en MBO. En zo nu en dan komen er ook scholieren bij ons die wat willen weten voor hun projecten die ze doen. Even naar onze rol in Nederland. Ja, DIVR werkt samen met universiteiten en de industrie. En naast de eigen partnerschappen vervult DIVR een nationale rol om instituten en bedrijven op internationaal en nationaal niveau samen te brengen. We zijn het leidende Nederlandse onderzoekscentrum voor fusieenergie. Wij zijn het contactpunt voor Nederlandse onderzoekers en bedrijven die willen deelnemen in het wereldwijde fusieonderzoek. Want wij zijn namelijk het Nederlandse lid van het Eurofusion Consortium. En wij werken samen met het Europese agentschap Fusion for Energy voor bedrijven die willen deelnemen aan de constructie van ITER. Dus dat is even de organisatorische kant. Wat ik hieraan wil toevoegen is dat wij doen dus fusieonderzoek. Maar dat vindt ook plaats op een aantal universiteiten. Bijvoorbeeld als je wil werken aan de supergeleidende spoelen voor bijvoorbeeld fusie. Voor de sterke magneetvelden die fusie nodig heeft, dan moet je in Twente zijn.
Bijvoorbeeld in Delft werken ze aan materialen die goed tegen straling kunnen. De meeste samenwerkingen hebben wij met de Universiteit van Eindhoven. We zitten daar op de campus. En daar werkt de fusiegroep waar Nick Lopez-Cardozo ook deel van uitmaakt. Die werkt aan een aantal onderzoekslijnen, waaronder werk bij Stellarator in Duitsland. Maar er zijn meerdere groepen. Er zijn ook bij werktuigbouw werken ze aan de meten- en regeltechniek, wat ook heel belangrijk is voor het fusieonderzoek. Ja, differ aan organogram ga ik niet zo op in, maar de eerste twee kolommen zijn die twee onderzoeksthema's, fusie en solar fuels. Zoals ik al zei, we zijn ingebed in Eurofusion. En dat is een samenwerking met al deze landen op de plattegrond hier. De niet-gele stippen, de gele stippen zijn dus deelnemende partners. De niet-gele stippen zijn de diverse fusie-experimenten. Waaronder in Zuid-Frankrijk ITER, die op dit moment gebouwd wordt. En in Eindhoven staat in ons instituut het experiment Magnum PSI, waarmee wij materiaalonderzoek en de interactie tussen materialen en plasma's onderzoeken. Maar bij ons kunnen bijvoorbeeld PhD-studenten en andere onderzoekers ook deelnemen in onderzoek in die andere instituten. De doelen van Eurofusion zijn de voorbereiding van ITER, ik zal er zo iets meer over zeggen, en ook de conceptontwikkeling voor een toekomstige fusiecentrale. En dat leidt tot een zevental kortere termijnactiviteiten die op dit moment bezig zijn, waar je op dit moment aan deel kan nemen. En daar doen wij bij DIFR ook het nodige aan. Een korte cartoon. Ja, dat is in aanvulling op wat Nick zei. Die brandstofcyclus laat eigenlijk zien dat er alleen maar deuterium en lithium als brandstof ingaat. En de tussenproducten zijn tritium en neutronen. Wat belangrijk is, is dat bij de fusiereactie krijg je een alfadeeltje, een heliumkern, en een neutron met een hele specifieke energieverdeling. Het neutron is heel energetisch, 14 MeV. En het alfadeeltje bevat slechts 20% van de energie. En die wordt afgestaan aan het fusieplasma. Samenvattend wat Nick ook al zei. Het is moeilijk om fusie te maken. En wat je nodig voor hebt om die vlam aan de gang te houden, is dat de temperatuur maal de dichtheid, maal de opsluitingstijd van de energie, die moet boven een bepaalde waarde zijn. En dat leidt ertoe dat je een hele hoge, grote machine moet maken, want namelijk een lage verhouding oppervlak-volume, zo min mogelijk verliezen. Maar er is een tegengestelde factor, namelijk die hele hoge temperaturen zorgen voor een warmtebelasting op het reactorvat. En dat is een probleem en daarvoor zou je eigenlijk een hogere verhouding oppervlak en volume willen hebben. En omdat dus die twee effecten competitie hebben, de een zo groot mogelijke reactor, de andere zo klein mogelijk, moet je gewoon op beide fronten werken aan een zo goed mogelijke magnetische opsluiting van plasma aan de ene kant. En je moet zo goed mogelijk kunnen omgaan met het vermogen wat de reactor verlaat aan de andere kant. En aan beide kanten doen wij onderzoek. Nou, dit is zo'n schema van zo'n tokamak. Wat je voornamelijk ziet is een aantal systemen van spoelen waar de stromen voor de magnetische velden zorgen. En in roze is gesymboliseerd het torusvormige plasma, waarin ook nog een grote stroom loopt van 15 mega ampère, als we het over ITER hebben. ITER is een heel groot
project wat in Zuid-Frankrijk in aanbouw is. Dit is een wat oudere foto, wat nog iets meer laat zien dan het gesloten gebouw op dit moment. Eerste plasma's verwacht in 2025 en deuterium-tritiumfusie in 2035. Het fusieonderzoek bij DIFR bestaat uit drie onderzoeksprogramma's. Het onderzoek aan materialen die hoge temperaturen en deeltjes fluxen van het plasma kunnen weerstaan. Het ontwikkelen van state-of-the-art sensoren en meetmethodes. En allerlei multischaal modellen, dus rekenmodellen en computersimulaties, voor het voorspellen, optimaliseren en uiteindelijk, als je het heel snel kan doen, het real-time regelen van die plasma's. Een van die dingen is het onderzoek naar reactormaterialen aan de wand. Ik ga er niet heel ver op in, maar het plasma, dit is een doorsnede van de torus waarin die plasma plaatsvindt. En je ziet aan de onderkant een eigenaardige structuur waar speciale magnetische spoelen ervoor zorgen dat daar het plasma kan ontsnappen. Dat heb je nodig om deeltjes af te pompen. En dat is ook het kritieke punt waar de hoogste warmtebelastingen worden gevormd. En we zoeken naar methodes om dat zo goed mogelijk te beheersen. In de vorm van betere methodes en real-time control. En de laatste kernpunt is om daar zo goed mogelijke materialen voor uit te zoeken. En daarvoor hebben wij in ons instituut een lineaire plasmabundel in een sterk magneetveld, waaraan we allerlei targetmaterialen, trefplaten, blootstellen. En wij zijn eigenlijk de enige in de wereld die daarmee de relevante combinatie van plasma-ionenflux, de vermogensdichtheid en het magnetisch veld kunnen halen, zoals we dat ook in ITER verwachten. Het is een faciliteit waar ook internationale onderzoeksteams op kunnen bijdragen. En we doen daar materiaalanalyse, maar ook onderzoek naar echte plasmafysica in interactie met die trefplaten. Nou, als voorbeeld, in een tijd van weken is het mogelijk geweest om wat testmodules van de ITER-wand te testen, die overeenkomen met 1 jaar blootstelling aan het plasma in ITER. Dus we kunnen eigenlijk een nog veel intenser plasma maken dan in ITER. Dit is weer een diagram van ITER. Waar ik eigenlijk alleen maar naartoe wil, is dat die magnetische opsluiting zo spannend is. En dat kan je laten zien aan de zon, waar je iets van 15 miljoen graden hebt. Met een straal van 150 miljoen, van 1,5 miljoen kilometers. Terwijl in ITER heb je 10 keer zo hoge temperatuur, 150 miljoen graden. En daar is de afstand tot de wand 2 meters. En die enorme temperatuurgradiënt leidt tot turbulentie. En die turbulentie domineert de warmteverliezen in het tokamak. Ik ga in zo'n fusiecentrale. Ik ga niet op de details in, behalve om te zeggen dat wij werken aan zeer gespecialiseerde fysische modellen om zo'n heet plasma met geladen deeltjes in een magnetisch veld te beschrijven. En dat leidt uiteindelijk tot zeer grote computerberekeningen. Weken rekenen op een grote supercomputer. Berekeningen vergelijkbaar met, zeg maar, klimaatmodellering. Dat kan sneller. Als je die resultaten stopt in nog gespecialiseerdere modellen met allerlei fitparameters. En uiteindelijk zijn we erin geslaagd om nog veel sneller te doen door de resultaten daarvan weer te voeden aan neurale netwerken die dan getraind worden om real-time de berekeningen te kunnen doen voor snelle feedback en regeling. Ik denk dat mijn tijd om is, dus hier wil ik het, denk ik, bijhouden. En ik neem graag jullie vragen. Uitstekend qua timing. En
Ja, zijn er vragen? Ik zie dat het nog aardig stil blijft. Als er helemaal geen vragen zijn hierover, dan kunnen we door. Maar als u toch nog een vraag heeft, stel hem dan vooral. En volgens mij zie ik wel een hand omhoog. Nee. Ik zie een bericht dat het een duidelijk verhaal was. Ja. Nou ja, dat is in ieder geval ook. Dat is in ieder geval ook erg fijn. Als u nog wel vragen bedenkt over het eerder genoemde, dan kan dat dus later altijd nog gesteld worden en beantwoord worden. Maar dan denk ik dat we eerst gewoon verder gaan. En dan is het tijd voor de educatiesessie, dus voor de presentatie over de lesmaterialen. En daarvoor zal ik zelf mijn scherm even met u delen. Als het goed is, zien jullie nu mijn scherm. Klopt dat? Ik zie de chat niet meer. Even kijken. Ja, gaat goed, zie ik. Top. Dan. U heeft nu allemaal al een mooi praatje gehoord over kernfusie, over de voornaamste uitdagingen die er eigenlijk bij komen kijken. En ook over het onderzoek wat er dus nu in Nederland echt gebeurt. Nu is het doel van deze presentatie is om u te laten zien wat wij nu bij FuseNet aan het ontwikkelen zijn. FuseNet is het fusie-educatienetwerk van Europa. En is, het hoofdkantoor is gevestigd in Eindhoven. En het doel is om te zorgen dat de kennis van kernfusie eigenlijk zoveel mogelijk de wereld ingaat. Dat iedereen daar wat over kan leren. En daarom willen wij ook graag kernfusie materiaal maken voor de middelbare school. Het is namelijk ons streven dat u een lespakket krijgt wat u heel makkelijk kan gebruiken in de klas. En wij denken ook dat kernfusie een heel mooi onderwerp is voor in de klas. En dan is natuurlijk de eerste vraag die naar voren komt. Waarom is kernfusie nou een goed onderwerp voor op de middelbare school? Dat vinden wij omdat een fusiereactor is een voorbeeld van het toepassen en combineren van heel veel natuurkundige concepten en technologie. Op de middelbare school krijgen leerlingen natuurlijk echt de basis van de natuurkunde, maar er komen ook gelijk de belangrijkste concepten naar voren. Concepten zoals magnetisme, warmte, atoomstructuur, vacuüm, zichtbaar licht, elektromagnetische golven en ook het meten en regelen. Hoe doe je een meting? Wat is een meting? Dit zijn allemaal dingen die heel belangrijk zijn in de natuurkunde, maar die ook heel belangrijk zijn in een kernfusiereactor, waarin je eigenlijk een combinatie hebt van al deze dingen om het te laten werken. Het volgende is dan dat kernfusie, waarom dan nu juist op de middelbare school? Want het is dan een heel mooi voorbeeld van natuurkunde, maar waarom is de middelbare school daar nu juist een geschikt moment voor? Op de middelbare school leren leerlingen dus die basis. En dat betekent wel dat er een heleboel leuke, nieuwe wetenschap moeilijk is om uit te leggen. Het kan soms heel abstract zijn, dat kan soms heel veel voorkennis vereisen. En dat betekent ook vaak dat het niet zo goed zichtbaar is. Als er een nieuw kwantumdeeltje ontdekt is, of als er een nieuwe theorie is in de kwantummechanica, dan is dat vaak heel theoretisch en kun je daar niet een mooi plaatje van laten zien. En fusie is... Kennis is wetenschap aan de grenzen van onze kennis, maar het is tegelijkertijd heel, heel grote wetenschap. Het zijn hele grote projecten en het is heel zichtbaar. Een plasma is een mooi voorbeeld van iets wat goed zichtbaar is, maar toch een voorbeeld is van hoe een magnetisch veld werkt op geladen deeltjes. Dan, een ander onderdeel hiervan is op de middelbare school is het moment waarop leerlingen, eigenlijk waarop iedereen voor het eerst in aanraking komt met wetenschap. Je krijgt natuurkunde, je krijgt scheikunde, je leert wat wetenschap is en hoe dat werkt. En op het moment dat we dan ook vanuit de wetenschap juist hele leuke voorbeelden kunnen laten zien, en kunnen laten zien van kijk, wetenschap heeft al deze fantastische onderwerpen, dan kan dat helpen dat leerlingen gewoon een hele leuke interesse hiervoor krijgen. Want op het moment dat op de middelbare school leerlingen de wetenschap niet interessant vinden,
dan is de verwachting dat ze dat na de middelbare school ook niet heel snel weer zullen krijgen. En tot slot, de klimaatproblematiek is een heel, heel actueel onderwerp. Overal wordt gesproken over klimaat, over de energieproblemen, over nieuwe duurzame energievormen. En hoewel, zoals professor Lopez Cardozo al heeft benoemd, fusie niet zal zorgen dat we de overeenkomst van 2050 zullen halen, is het wel een mogelijke energiebron voor de toekomst waar heel veel goeds uit kan voortkomen. Dan, nou, nu we allereerst even uit de weg hebben waarom fusie op een middelbare school hopelijk een goed idee is volgens u ook, de opbouw van deze presentatie. Dus wat gaat u zien in deze presentatie? Allereerst een overzicht van het lesmateriaal, de opzet en onderdelen van een les waar we aan het werken zijn, een selectie van het leerstof en wat interessante links. En wat we dan hierna, na deze dag, met u gaan delen in de toekomst, zijn direct bruikbare lessen die u zo in de klas kunt geven en 5 fusiegerelateerde lesmodules. Nu, over de opbouw van het materiaal. We hebben ervoor gekozen om het materiaal in te delen als 5 aparte modules of hoofdstukken. Ieder hoofdstuk kan dan onafhankelijk behandeld worden. Ieder hoofdstuk is gerelateerd aan kernfusie met een specifiek focus. En ieder hoofdstuk is gemaakt om als basis te dienen voor een les van ongeveer 1 uur. Dus het eerste hoofdstuk is fusie de basis. Dus dat is eigenlijk het eerste hoofdstuk wat ook kan dienen als een soort homologatie. Stel, er is nog niet veel achtergrondkennis over bepaalde onderwerpen, dan kan die hiermee ook worden opgehaald. En dan dient dit hoofdstuk, als deze is behandeld, zorgt dat ervoor dat de basis aanwezig is en dat alle andere hoofdstukken zonder problemen behandeld kunnen worden. Maar op het moment dat er, afhankelijk van wat de focus is van de module en wat u al heeft behandeld in de les, zal het ook zeker mogelijk zijn om de andere hoofdstukken al los te gebruiken. Bijvoorbeeld, het tweede hoofdstuk gaat over de geschiedenis van fusie, waarbij we beginnen bij het ontdekken van fusie als de bron van energie van de sterren en dan doorgaan over enkele projecten, tot en met bijvoorbeeld het grote ITER-project nu. Ik zie ondertussen 1 vraag binnenkomen. 1 module hoofdstuk is voor hoeveel tijdsbelasting? Die zal ik gelijk even beantwoorden hier. Het doel is dus dat 1 hoofdstuk als basis dient voor sowieso een les van 1 uur. En ik zal zo meteen nog verder terugkomen op de lesplannen die we daarvoor ogen hebben. Het derde hoofdstuk kiezen we voor technologieën voor fusie. Dus dat hoofdstuk zal voornamelijk ingaan op een standaard kernfusiereactor, bijvoorbeeld een tokamak, wat voor onderdelen heeft dat en wat voor technologieën komen daarbij kijken. Dus we hebben supergeleidende magneten nodig, we hebben een vacuümvat nodig, we hebben een koelsysteem nodig. En dat zijn leuke technologieën om op in te gaan in een les. Het vierde hoofdstuk, dat sluit wat aan op wat Hugo de Blank net ook al noemde. Hier in Nederland werken we dus aan het materiaal wat een fusiereactie moet weerstaan en wat in zo'n reactor gebruikt kan worden. Er is dus voor fusie gewoon een heel extreem materiaal nodig. We hebben materialen nodig, die moeten de wanden maken van zo'n reactor, die dat ook echt aankunnen. Dus dat is ook een interessant onderwerp wat bijvoorbeeld raakvlakken heeft met een natuurkundeles over geleiding van hitte door stof, bijvoorbeeld calorimetrie. Het vijfde hoofdstuk is dan fusie in context. Dus dat gaat met name over de plek van fusie in onze energievoorziening. Dus dat sluit heel erg aan bij wat professor Lopez Cardozo noemde over dat fusie nog niet in 2050 een oplossing zal zijn. En dat daar veel werk in zit en dat we hopen dat fusie een prachtige bron van energie wordt die heel veel teweeg zal brengen. Maar dat het toch nog wel even op zich laat wachten. Dan, ieder hoofdstuk heeft dus ook zijn eigen leerdoelen. En hier is een voorbeeld van die leerdoelen. Dit is dan van hoofdstuk 1 van de basis, waarin dus eigenlijk eerst even klimaatverandering en het energieprobleem kort wordt uitgelegd. Het verschil van splijting en fusie, wat een verschil is. Het zijn 2 heel verschillende dingen. En als fusiestudent, als familie vraagt,
wat studeer je nu precies? En je noemt kernfusie, dan denken heel veel mensen toch aan kernsplijting. Dus dat verschil is ook een goede om duidelijk te maken. Fusie-reactievergelijkingen zijn ook belangrijk. En wat ook al wel in het Nederlands onderwijs gebeurt, om bijvoorbeeld massadefect aan de kaak te stellen. Uit te leggen wat een plasma nu eigenlijk is. Want een plasma is een term die iedereen wel kent van science fiction films, maar niet echt op een wetenschappelijke wijze. Dus wat precies een plasma is, is ook eigenlijk heel anders dan wat je ziet in Star Wars bijvoorbeeld. En de basis van magnetische opsluiting. Dus hiermee wordt eigenlijk de basis gelegd om ook de andere modules te behandelen. Maar het zou kunnen dat een hoop uit deze module al behandeld is in de klas. Dan de structuur van het materiaal. Dus ieder hoofdstuk waar we mee bezig zijn bestaat uit de volgende zaken. We maken voor ieder hoofdstuk een lerarenhandleiding, presentatieslides, een student reader, dus eigenlijk een soort tekstboek, en opdrachten. Dus nog even ter verduidelijking, zo'n student reader, wat is dat nou? Dat is eigenlijk gewoon een soort reader waarin allereerst de leerdoelen duidelijk staan neergezet voor de leerlingen. Dan is er tekst met uitleg en illustraties, dus eigenlijk de kern van het werk als boek. Dus met teambladzijden met uitleg, met wat plaatjes en dan volgen ook enkele opdrachten. En tot slot nog een bladzijde waarop enkele verdere informatie staat over, stel iemand wil zich meer hierin verdiepen of wil meer lezen over dit onderwerp, dan kan dat. Dan hebben we daar wat aangeraden literatuur voor. Dan de lerarenhandleiding. Ons plan is om voor ieder hoofdstuk dus een lerarenhandleiding te schrijven. En daarin staan allereerst ook weer de leerdoelen. Dan een lijst van concepten uit de les. Dus dat is om u snel een overzicht te geven van, oh, als ik deze les wil gaan geven, welke concepten komen hier weer voor? Welke concepten zijn daaraan gerelateerd? Dus ook een lijst van aanverwante onderwerpen, zodat u makkelijk kunt zien of u de les goed kunt combineren met bijvoorbeeld een les die u al wil geven. De lesplannen. En interessante links die u kunt gebruiken, waarin bijvoorbeeld bepaalde introductievideo's staan, die leuk zijn om te laten zien als korte introductie, of nog wat ander leuk materiaal dat wij hebben verzameld. En daarnaast ook uitgebreide antwoorden van de opdrachten. Dus over die lesplannen, om dat nog even wat verder te verduidelijken. Op basis van wat we tot nu toe aan feedback hebben gehad, van door uw registraties, zien we dat de docenten het meeste behoefte hebben aan ofwel een korte introductieles, dus een korte les van 15 minuten, ofwel een les van 1 uur over fusie. Dus wij maken lesplannen voor ieder hoofdstuk, waarin dus een kort lesplan wordt gegeven van zo'n introductieles en een lesplan van een les van 1 uur. En daarnaast maken we ook wat combinaties die we aanraden van hoofdstukken om zo meerdere lessen van 1 uur aan elkaar te maken, zodat u een meeruurse kernfusieles kunt doen. Die lijst met begrippen waar ik net over sprak, hier hebben we even een voorbeeld genomen. Dit is dan van de tweede paragraaf van het eerste hoofdstuk. Dat gaat dus over de kernreacties, dus daar komt enkele begrippen uit de atomaire fysica in voor, dus over atomen, elektronen, protonen, neutronen, wat kernreactievergelijkingen en ook elektrostatische interactie, dus wat is een positieve en een negatieve lading, hoe werkt dat met aantrekking en afstoting, etc. Dan, naast de lerarenhandleiding en de student reader zorgen wij ook voor presentatieslides. Dus wij maken vooraf presentaties over het onderwerp die bij het hoofdstuk passen. Deze slides worden gemaakt door mensen met expertise in kernfusie. En ons doel is om daar een duidelijke verhaallijn in te zetten. En voornamelijk verhelderende diagrammen en afbeeldingen. Het mooie aan een PowerPoint is dat je juist daar mooie plaatjes op kunt laten zien. Dus wij proberen daar voor u alle nuttige informatieve afbeeldingen alvast te verzamelen. En ook interessante video's en links. Deze PowerPoint slides zijn dan vrij om aan te passen of in onderdelen te gebruiken. Dus u kunt daarvan gebruiken wat u wil, of natuurlijk in totaliteit gebruiken. Sander, over ongeveer 10 minuutjes wilden we even de pauze hebben. Yes, goed dat je dat zegt.
Dan, we gaan even gauw door wat voorbeelden van deze slides. Ik ga ze niet allemaal erg diep toelichten. Dit zijn wat voorbeelden van hoofdstuk 3 over enkele technologieën. En zo is dit bijvoorbeeld een voorbeeldslide over de tokamak. Want tokamak is een grote transformator. En dan zie je dus een afbeelding van een transformator en een afbeelding waarin een tokamak eigenlijk heel een soort schematische weergave waarin heel duidelijk te zien is dat een tokamak ook een transformator is. Bijvoorbeeld het plasma vergieten met een stroom over elektrisch vermogen. En dat een plasma dus ook weerstand heeft en daardoor warmer kan worden. Over het verhitten van een plasma met elektromagnetische golven. Dat het eigenlijk hetzelfde is als een magnetron. Neutrale bundelinjectie is een technologie die heel nuttig is in de kernfusie. En daarin wordt dus door botsingen hitte vrijgemaakt in de kernfusiereactor. Neutrale bundelinjectie, hier is er nog eentje om te verduidelijken hoe dat proces in zijn werk gaat. Over het vacuümvat van ITER, met een mooie afbeelding daarvan, van ITER zelf. En tot slot nog een slide als voorbeeld voor meten en regelen. Dus er zijn verschillende manieren waarop wij metingen doen aan zo'n plasma, want we kunnen er moeilijk iets insteken, want het is nu eenmaal heel warm. Dus dit soort slides kunt u verwachten over alle hoofdstukken, over alle onderdelen. En daar kunt u dan van kiezen wat u wilt gebruiken. Ofwel u kunt de hele presentatie gebruiken, ofwel u kunt hem aanpassen naar uw eigen wens. Dan over de Studentreader, om daar nog even in detail over te gaan. Dat is dus tekst met uitleg en illustraties, interessante links en dus wat meer lezen voor de leerlingen. En als voorbeeld de opbouw, de structuur van hoofdstuk 1. Is dus eerst leerdoelen, dan een paragraaf over het energieprobleem, een paragraaf over kernreacties, een paragraaf over plasma en geladen deeltjes in magneetvelden en dan dus dat meer lezen. Ieder hoofdstuk bevat natuurlijk ook opdrachten. Die opdrachten zitten dus in het lespakket in die studentreader en die uitgewerkte antwoorden komen in de lerarenhandleiding. En als voorbeeld hebben we hier bijvoorbeeld een opdracht over het massa-effect en hoe dat uit te rekenen en wat dus vrijkomt als energie. Dan heb ik hier nog een slide met wat interessante links en aangeraden literatuur. Deze zal later ook online komen. Dus ik denk dat omwille van de tijd het handiger is om die aan u over te laten. Maar ik ga wel enkele dingen hierop toelichten. Bijvoorbeeld de app Operation Tokamak is een erg leuke app die op Android en Apple te downloaden is en waarin de speler eigenlijk een tokamak kan besturen door ofwel de temperatuur te verhogen ofwel volgens mij nog geen andere parameter. En dan is het een kwestie van hou de reactie in stand en zorg dat fusie gebeurt. Wat een erg leuk voorbeeld is van iets wat voor leerlingen hopelijk leuk kan zijn. Dan. Over het materiaal zelf en met name over het beschikbaar stellen van het materiaal. Op FuseNet we hebben een hele mooie nieuwe site. Die afgelopen jaar is aangeleverd. En daarop hebben we een Educational Materials browser. En daarop is nu al een hoop informatie te vinden over kernfusie. Dus daar staan al enkele online lectures die te volgen zijn via bijvoorbeeld YouTube, enkele boeken, enkele andere literatuur. En in de komende maanden zal lesmateriaal toegevoegd worden aan die Educational Materials browser op de FuseNet website. Dus u zult een melding krijgen via e-mail. Het lesmateriaal zal ook vertaald opkomen. Dus we zorgen dat het in alle talen daarop te vinden is. En het is gratis beschikbaar voor leraren. Wat ik daar ook nog even over wil zeggen is dat wij dus aan het werk zijn om deze materialen af te maken. En de verwachting is, het plan is om dit kalenderjaar sowieso het eerste hoofdstuk te kunnen publiceren in alle talen. En daarna zullen de andere hoofdstukken nog volgen. U zult van al het nieuws daarvan een melding krijgen via de e-mail, zodat u precies weet wanneer het materiaal beschikbaar is. Dan, dit is nog een voorbeeld van een leuk iets wat wij u ook nog even wilden laten zien. Er was vrij recent een grote presentatie van ITER. En daarbij werd ook gepresenteerd dat ze een 3D printbaar ITER-model hebben gemaakt.
Dus heeft u toegang tot een 3D-printer, dan is dit een leuk project. Het schijnt wel veel verschillende onderdelen te zijn. Het waren er echt een hoop, dus je bent misschien wel even bezig. Maar dit is ook een leuk iets om te kunnen laten zien aan leerlingen. Dan, de samenvatting. Dus wat u heeft gezien is een overzicht van lesmateriaal, van de structuur en van de selectie van materialen die wij willen maken en vrij publiceren. En die interessante links zullen dus later ook online komen te staan. Dan kunt u die allemaal nog even in alle rust bij langs gaan. Om nog even te benadrukken wat u dus zult krijgen. In de toekomst zijn direct bruikbare lessen die u zo in de klas kunt gebruiken. En dat zijn dan 5 fusiegerelateerde lesmodules. En ons doel van vandaag, ons doel is ook om uw feedback te krijgen, uw directe feedback nu even. Dus er is nu, nou dit is ook mijn laatste slide, dan is er even een moment om vragen te stellen. Maar ik vind het ook heel fijn als wij wat feedback van u krijgen. Dus vindt u bepaalde dingen een heel goed idee of een heel slecht idee, laat dat vooral even weten. We zullen ook nog een enquête uitsturen waarin u dan in alle rust een antwoord op kunt geven. Ja, ons doel is dus goed lesmateriaal voor het secundair onderwijs en daarnaast ook de internationale fusiegemeenschap verder doen groeien als FuseNet. En dan wil ik hierop eindigen en dan zou ik zeggen, als er vragen zijn, hoor ik dat graag. Dank u wel. Sander, er is al een eerste vraag voor je gesteld nog. In de chat wordt er gevraagd of het niveau van het nieuwe lesmateriaal vergelijkbaar is met de NLT-module kernfusie of iets minder toegankelijk, of toch iets toegankelijker of moderner. Ja, de NLT-module, daar zijn we inderdaad ook van op de hoogte. Ons plan is om het materiaal zo te maken dat het voor in elk geval bovenbouw middelbare school goed toegankelijk is. Het verschilt per land een beetje, omdat we dit op Europees niveau doen, wat het niveau precies is. Dus we proberen zoveel mogelijk rekening te houden dat het voor iedereen toegankelijk is. Dus ik verwacht dat het sowieso niet moeilijker zal zijn dan de NLT-module kernfusie. Ja, ik hoop dat daarmee de vraag beantwoord is. Is het verdiepend materiaal ook makkelijk bereikbaar, bijvoorbeeld voor profielwerkstuk? Wij zullen dus al die materialen online plaatsen. Dus ook met name bijvoorbeeld wanneer u een groep leerlingen heeft die voor een profielwerkstuk bezig wil, dan is dat een heel makkelijk startpunt voor hen. Want alles is dan online te vinden. Er zijn een heleboel links en materialen die daarin naar voren zullen komen. Ja, dus het plan is om dat te zorgen dat het ook makkelijk bereikbaar is voor leerlingen. Dus als leerlingen zoeken op kernfusie, dat zij hopelijk ook een FuseNet website te vinden zullen kunnen vinden. En anders hopelijk na vandaag dat u hen de weg naar de FuseNet website kunt laten zien. Even kijken, zijn er plannen voor praktische elementen in de lessenserie? Demo's, behapbare leerlingproeven die bepaalde elementen illustreren. Dit is een hele goede vraag. Het moeilijke aan een kernfusie is wel dat, omdat zo'n kernfusiereactor een groot project is, is het moeilijk om er eentje gauw na te bouwen voor in de klas. Maar wij zullen wel kijken om ook bepaalde, dus ook bij die links en dergelijke, zoveel mogelijk praktische zaken toe te voegen, zodat er ook ofwel een mooi filmpje zichtbaar is van een praktisch experiment of iets dergelijks. Ofwel ideeën die wij hebben voor bijvoorbeeld wat praktische toepassingen in de les, om dat ook aan het materiaal toe te voegen. Zijn er leerdoelen op basis van de examensyllabus geformuleerd? Wij hebben voornamelijk gekeken naar eigenlijk alle onderdelen van kernfusie. Want we willen met dit materiaal een breed overzicht geven van wat kernfusie is. Dus dat we alle onderdelen daarvan een beetje toelichten. We hebben wel gekeken naar de examensyllabus, omdat bepaalde dingen zullen daar buiten vallen. En bepaalde dingen zullen daar heel goed aansluiten. En dat zal verschillen. Sommige modules zullen bijvoorbeeld iets meer materiaal bevatten wat dan niet direct
in de examen syllabus staat. Andere zullen daar vrij goed in passen en dus makkelijk daarmee te linken zijn. Dus dat kan een beetje verschillen. Maar we houden sowieso de examen syllabus op het oog om te zorgen dat het zo nuttig mogelijk is voor u. Ik zie dat het 15:15 is. Dat is ook exact de tijd waarop de pauze zou beginnen. Als er nog verdere vragen zijn hierover, kunnen die ook na de livestream gesteld worden. Ik denk dat het dan nu een mooi moment is om even de pauze te hebben. En wij zullen ook in deze chat... Ja, ik zou nog even willen vragen of jij heel even wil stoppen met je scherm delen. Ja. Zodat wij nog een groepsfoto kunnen maken.